Goedendag. Ja, de meteorologische herfst is nu echt van start gegaan. Maar het weerbeeld en de temperatuur houdt zich daar niet echt aan. Vandaag ook weer op grote schaal zomers warm: 25 tot lokaal 30 graden. Maar we zien het hier toch ook al wel. Wat onweersverklikkers. Er is veel onstabiliteit aanwezig in de lucht. En daardoor gaan er ook stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Dus ik verwacht dat we ook wel een aantal van dit soort plaatjes gaan zien later vanmiddag en vanavond. Qua regionalisatie is het allemaal nog wel wat lastig. En daar ga ik straks even wat dieper op in. Eerst even het grootschalige plaatje. We zien een drukgebied boven de Britse eilanden. Een hoogte laag, wat eigenlijk gevangen is tussen een hoogdrukgebied ten westen en ten oosten van het laag. Met daartussenin een zuidelijke stromen, waarmee dus ook die warme lucht wordt aangevoerd. Maar goed, drukgebieden zorgen ook voor wisselvallig weer. Vandaar ook die vochtige lucht die gaat zorgen voor die voeding van onweersbuien. En de meest onstabiele lucht bevindt zich in ons land in het noordoosten. Dus daar kunnen we waarschijnlijk ook de meest felle buien gaan verwachten. Als ik de animatie aanzet, verandert dat in eerste instantie nog niet, dat weerpatroon. Maar uiteindelijk komt lage druk wel steeds dichterbij. En dat zorgt ervoor dat er ook vaker buien gaan vallen. Waardoor die temperatuur echt wel wat gedrukt gaat worden op de dinsdag en woensdag. Dinsdag starten we waarschijnlijk nog wel met zomerse warmte in een deel van het land. Maar dat wordt uiteindelijk door buien weer wat weggevoerd richting Duitsland. En zeker woensdag ziet er een stuk wisselvalliger uit. Met maxima die maar met moeite boven de 20 graden gaan uitkomen. Dus er zit wel iets van verandering in het weerpatroon. En wat er vanaf donderdag gaat gebeuren is al helemaal onzeker. Maar daar kom ik straks even op terug. Dan lopen de berekeningen uiteen van 15 tot mogelijk zelfs nog 27 of 28 graden. Dus er is grote onzekerheid in de weermodellen. En dat heeft alles te maken met lage drukgebieden. Kleine lage drukgebieden die hier kunnen gaan ontstaan. En die dan een grote invloed hebben op ons weerbeeld. Als dat lage drukgebied net 200 kilometer oostelijke terechtkomt. Zitten wij bijvoorbeeld met droog weer 200 kilometer westelijker, dan hebben we juist te maken met flink wat regenwater en mogelijk ook met veel wind en een veel herfstachtiger weertype. In de pluim van straks zien we dat ook goed terug, die onzekerheid. Maar goed, eerst even terug naar de kortere termijn. Vandaag dus een warme dag, een zomerse dag met hoge douwpunten. En daardoor voelt het ook erg broeierig aan. En daarin kunnen dus ook die stevige onweersbuien gaan ontstaan. We zien hier ook dat de nadruk ligt op de oostelijke helft en met name het noordoosten. Daar ook de meest onstabiele lucht, maar ook elders kunnen we echt wel enkele buien gaan verwachten. Morgen krijgen we dus in de loop van de dag opnieuw met enkele buien te maken, maar die zijn wel echt een stuk minder actief. Dan gaan we naar de woensdag. Dan opnieuw een interessante weerdag, een actieve regenzone trekt dan. Langs onze oostgrens. En die locatie daarvan kan natuurlijk ook nog wel wat schuiven. Voor nu hebben we uitstaan dat het oosten dan te maken krijgt met langdurige regenval. Terwijl het westen het waarschijnlijk iets vaker droog houdt. En die temperatuur blijft er op die woensdag op de meeste plaatsen ook echt wel achter. Omdat we natuurlijk dan ook met veel bewolking te maken hebben. In de weersymbolen ziet het er dan als volgt uit voor vandaag. Hoge temperaturen tussen 26 en lokaal 29 graden. In de loop van de middag dus al een toenemende kans op regen en onweersbuien. Inmiddels zijn er al een aantal ontstaan in het noorden van het land. En dus is het echt wel even oppassen geblazen. De wind is zuidwestelijk en is slechts zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond breiden die onweersbuien zich verder over het land uit, maar de voorkeursregio blijft dus wel het oosten en noordoosten. In het midden ook wel een enkele bui mogelijk, net als in het westen, maar ze zijn daar veel minder fel. Toch even de regenradar wel in de gaten houden en de temperatuur blijft ook wel lang hoog, tussen 20 en 22 graden. Vandaag trekken de meest intensieve buien uiteindelijk het land uit, starten dus nog wel met regen en onweersbuien. In de loop van de dag mogelijk wel weer opnieuw regen en onweersbuien. De exacte locatie kunnen we nu niet echt zeggen, dat is gewoon te onzeker. Wat we wel kunnen zeggen is dat de minimumtemperatuur zo tussen 16 en 18 graden uitkomt en dat het westen van het land het waarschijnlijk wel grotendeels droog gaat houden in de nacht. En we zien dat die wind nog iets verder afzwakt naar zwak uit zuidelijke richtingen. Nou, morgen dan starten we de dag nog overwegend droog met een mix van wolken en zon. En de temperatuur kan dat toch wel weer vrij snel oplopen naar waarden in het binnenland. In het westen iets minder warm met zo'n 22 graden. In de loop van de dag kunnen dus weer enkele stevige buien gaan overtrekken. De kans op onweer is hierbij wel een stuk kleiner ten opzichte van vandaag. En daar geldt dan dus ook geen code geel meer voor. Nou, en dan even naar die onzekerheid voor de dagen daarna. Want eigenlijk kunnen we er nu nog nauwelijks iets over zeggen. Over wat er na donderdag gaat gebeuren. Dat zien we in de pluim hier goed terug. Eigenlijk heel veel duidelijkheid voor de maandag en de dinsdag. Ook de woensdag is duidelijk wanneer die regenzonne gaat overtrekken. Maar dan vanaf donderdag lopen de berekeningen sterk uiteen. Dat loopt tussen de 15 graden en nog zomerswarmte boven de 25 graden. En dat heeft dus alles te maken met die rondtollende laagjes rondom onze regio die dat weerbeeld erg kunnen gaan beïnvloeden. Als die ten westen van ons terecht komt, kan hij juist weer een zuidelijke stroming op gang brengen. Komt hij ten zuiden van ons terecht, hebben we juist met wat stabieler weer te maken, maar hij kan ook recht over ons land heen trekken en dan hebben we juist te maken met wisselvalligheid en lage temperaturen en dat heeft dus voor die dagen daarna ook grote invloed. We zien eigenlijk dat de spreiding op donderdag en vrijdag groter is dan eigenlijk volgende week woensdag. En dat laat dus ook wel zien hoeveel onzekerheid er op dit moment is. We verwachten wel dat de komende dagen die zekerheid er langzaamaan wel in gaat komen. En dat we dan meer duidelijkheid hebben. Kijken we even dan naar de neerslagkansen. Dan zijn die inderdaad vandaag natuurlijk vanwege die onweersbuien hoger. Morgen iets minder hoog, maar nog wel enkele buien. Op woensdag die regenzonde die overtrekt. Dus dan ook weer stijgende neerslagkansen. Daarna over het algemeen een stabilisatie. Houdt dus heel erg weer af van de van lage drukgebiedjes die wat regen kunnen gaan veroorzaken. Maar het lijkt erop dat echt herfstweer er voorlopig dan nog niet in zit. Maar wel dus even onder voorbehoud: de komende dagen houden we in de gaten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Tot de volgende keer.